Goed idee. Sinds ik raadslid ben in deze stad, en het is inmiddels twee periodes plus een aanloopperiode, bijna 10 jaar, ben ik niet anders gewend dan dat we tekorten hebben. En we werken nu weer toe naar een moment dat we een plusresultaat hebben. En dat laten we terugkomen in de stad. Dat is één. Twee, dat vraagt dat we in ieder geval aan de kant van het zorgdomein de jeugdzorg, de WMO, ook wel genoemd aan de kant van het zorgdomein, dat we daaruit moeten komen met de middelen die ons zijn toebedacht. We zien op dit moment vanuit de linkerkant in deze raad dat er gevraagd wordt om een tegenactie en meer middelen vanuit het Rijk willen. En de VVD is daar pertinent niet mee eens. Wat wij zeggen, we moeten uitkomen met een begroting van zeg maar 280 miljoen wat we in deze stad jaarlijks verspijkeren. En daarbinnen moeten alle taken die we ons hebben opgelegd, gekregen, dan wat die we uitvoeren, moeten worden verricht. Dat is een heel belangrijk deel. Nou, de andere zaken waar we zwaar op inzetten is de binnenstad, water terug. En wat ons betreft nog steeds de versnelde verbreding van de waterkolom in de binnenstad van het centrum. Het kanaal ernaartoe, dat is belangrijk. Groen terug in de binnenstad. Alle kracht op XL Business Park. Nieuwe banen, nieuwe werkgelegenheid. Nieuwe mensen naar Almelo halen. Het woonklimaat verhogen. Plekken voor jonge mensen in onze stad aanbieden. En op die manier een geweldige stad neerzetten. Almelo, bruisende stad. Met een fantastische binnenstad die zich onderscheidt ten opzichte van Hengelo en Enschede. Op een Almeloze maat. De Almeloze kleine maat met een compact binnenstad. Met water en groen. En dat is waar we voor gaan. Beste mensen. Ja, even. Kijk eens, de politici. Die hebben altijd het laatste woord. Proost. Op het nieuwe jaar. Dank u wel.